In deze instructievideo gaan we nog enkele niveaus aanpassen of niveaus bepalen. In andere fotobewerkingspakketten wordt dat wel het histogram genoemd. Dus hiervoor ga ik wat afbeeldingen openen, deze drie. Ik druk op openen en hij zal ze hier bovenaan alle drie gaan openen. Daar komen ze. Je ziet drie foto's, eentje van een meer, eentje van een rots en eentje van een lavapoel. En we gaan eens even kijken. Bij de eerste foto denk ik, zo op het eerste zicht, dat de niveaus al correct zijn. Want je ziet eigenlijk een goede contrastverhouding tussen donkerdere tinten en lichtere tinten. We gaan er ook even nakijken. Je kan altijd via aanpassen automatisch niveaus bepalen. En eens kijken wat dat paint.net er zelf van zou maken. Als hij dit doet, lijkt het mij alsof geel veel te overheersend wordt. Dus ik ga dat even terug ongedaan maken. Ik ga ook eens kijken wat dat paint.net er zelf van zegt. Of wat ik er nog van kan maken als ik dat doe via aanpassen niveaus. En dan zie je eigenlijk, druk altijd op het knopje herstellen, want hij gaat zelf al een zeer vervelend effect creëren. Ik druk op herstellen en ik zie eigenlijk dat het kleurbereik heel erg duidelijk ligt, van boven tot van onder, alle kleuren rood, groen, blauw. Dus eigenlijk is dit al een correcte verhouding. Dus hier hoeven we in principe niets te veranderen. Druk je op die autoknop, krijg je hetzelfde resultaat, gaat hij het bereik wat aanpassen. Maar ik vind dat hij het eerder verslechtert dan verbetert. Dus ik ga dit annuleren. Het enige wat ik in deze foto zou doen is via effecten, foto, en ik zou de foto wat verscherpen, altijd met de hoeveelheid van 2. Ik vind dat je niet hoger moet gaan, want dan verniel je de foto een beetje. Dat is eigenlijk het enige wat ik aan die foto zou doen. Nu, de tweede foto, daar zien we duidelijk al een verschil. Je ziet hier de lensflare een beetje, en je ziet de textuur van de rots in het donkere gedeelte niet. Dus eigenlijk komt het erop neer dat de foto een beetje onderbelicht is. Dus ook hier ga ik eens kiezen voor aanpassen niveaus. Druk altijd eerst op herstellen en je ziet inderdaad dat het kleurbereik veel te zwak is. Je ziet geen goede kleuren doorkomen hier in het middenbereik. Dus wat kan ik gaan doen? Hier de middentoon een beetje gaan verhogen of korter naar het wit gedeelte brengen hier van boven. En dan ga je zien dat je meer detail gaat zien in de donkere gedeelte van de afbeelding. Dus ik ga dat eens even verhogen. Ik pak dat even vast. Ik hoop dat het bij jullie ook goed overkomt. Hierna zou ik eigenlijk het contrast nog wat kunnen gaan aanpassen. Maar aangezien we een video maken over niveaus, gaan we het bij de niveaus laten. Dus je ziet, ik heb het wat verhoogd, het bereik hier. En je ziet duidelijk veel meer textuur in het donkere gedeelte van de foto. Even kijken via aanpassen. De tint en verzadiging kunnen we ook nog gaan aanpassen. Ik ga eens even kijken wat dat het contrast zou doen in dit geval. Ik zal het even gaan vergroten. De lensflare krijgen we niet weg. Dus dat is wel een beetje vervelend. Ik ga gewoon annuleren en eventjes laten staan op deze opmaak. De laatste, dat is die van de overbelichting. Je gaat ook hier zien, als je hier kijkt naar aanpassen niveaus, dan zie je duidelijk hier alle kleuren zijn in het middengedeelte of het middenbereik aangeduid. Dus ik ga dat eens even herstellen. Wat ik hier eigenlijk zie, is dat ik hier in dit gedeelte en ook hier van onder geen kleuren heb. Dus dat wil zeggen, eigenlijk is dit zonde dat je dit meeneemt in je afbeelding. Dus wat kunnen we doen? Bij de invoer hier, aan deze kant, die pijltjes terugbrengen totdat waar hier de kleuren beginnen. Dus als ik dat zo even ga doen, ik sleep deze naar beneden. Je ziet het hier al verschuiven bij de uitvoer. Want ik knip als het ware dit gedeelte ervan af. Van onder ga ik dat ook doen en dan ga je zien dat deze ook naar beneden verschuiven. Dus ik ga deze omhoog doen. En dan krijg je dit effect. Veel helderdere kleuren. Het lavagesteente, als het lavagesteente is, komt veel duidelijker door. En je scherpte is zelfs een beetje beter in deze afbeelding. Dus dit waren drie afbeeldingen waarin dat we iets correct belicht hadden, of correcte niveaus hadden, iets onderbelicht hadden en iets overbelicht.